Een van de eerste concerten die ik gezien heb in Den Aula was Sweetbone Ash. Oula Pola. Dat had niemand nog niet gehoord. Dat moet je voorstellen, in Den Aula, concert. In Leuven waren de cafés open, dag en nacht eigenlijk. Dus die zaten in de wereld, of de Delper, de Ramones en de Chris de Bruines en de Johan Vermines en al die muzikanten die daar rondgingen. Baarmannen die kenden veel van muziek. Die onderwezen ons, hè, letterlijk. Hè, die naar beneden. Deze moet je luisteren zo lang. Je zette een LP op. Tegen zeven van en de mix en heel de boel. Nee, gewoon luisteren. En dan hadden we, om te zeggen, een sacrale stilte. En iedereen luisteren. Dat zat vol muzikanten, hè. Want die speelden allemaal goed en die waren, ja, die gewoon, dat draaide. Iedereen was bezig om groepen op te richten. En dan kwam daar een groepje en daar. En het werd over gitaren geluld en versterkers. En ah ja, en kijk daar, en kling en klong. En dat was toch wel de gouden tijd, hè.